dat je weer kijkt. Welkom terug. Vlog nummer 35 alweer. Het is vandaag vrijdag. En ik wou dit weekend dan ook gelijk vlammend beginnen. En dan zou je denken, vlammend? Waar heeft die vent het over? Vlammend in de vorm van chilipepers. In bier. Nou, ik heb volgens mij wel eens verteld dat chilipepers, dat vind ik op zich wel lekker in bier. En je hebt hele lekkere varianten ertussen. Maar je hebt ook een aantal varianten tussen waarvan ik denk, dat is mij te. Alsof je gewoon op een chilipeper aan het kauwen bent, zeg maar. Vandaag heb ik meegenomen de Flaming Asshole. Flaming Asshole. Van brouwerij Het Uiltje. Nou, er staat een hele lap tekst achterop. Ik zou zeggen, zet hem even op pauze. Dan kan je het lezen. Uiteraard, als je naar het etiket kijkt, de welbekende cartoon. 10% alcohol. En er staat ook op, het is een Imperial Porter with some of the hottest chili peppers. Dus een van de heetste chili peppers. Eens kijken of het achterop staat, hoe die chili peppers heten. Ja, ze heten de Trinidad Moruga Scorpion Pepper. Oh my god. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Er staat ook bij dat er deze is sowieso gemixt met chocola, koffie en roosterde granen. Ja, ik denk dat met die toevoeging dat hij misschien iets minder scherp is. Maar goed, als je het etiket moet geloven, het gaat niet helemaal goed. Ook deze test ik aan de hand van een kijker van mij. Die kijkt altijd trouw. En die zei tegen mij, Remy, je moet de Flaming Asshole van brouwerij Het Uiltje proeven. Want dan ben ik wel heel erg benieuwd naar wat jij ervan vindt. Dus Jos, bedankt. Uiteraard, ik ga hem proberen. Dus ik ga hem inschenken. En uiteraard nu weer met de Punisher openen. Ik ga hem openmaken en kijken wat hij doet. Waarschijnlijk gaan we vlammend het weekend in. Ik vind het allemaal goed. Ik ben wel heel erg benieuwd, want wat ik al zei, verschillende peperbieren gehad. Ja, dus ik kan me nog herinneren die van Jopen, die was echt geweldig. Ik ben even de naam kwijt van dat biertje, maar dat was echt een super lekkere toevoeging. Maar ik heb er ook eentje gehad, dus dat is zo'n gillende vrouw voorop, zeg maar. En Madame Jeannette pepers. Die vond ik toch echt een beetje te. En niet zozeer vanwege de peper, maar het bier was ook weg. In mijn, als je het mij vraagt. Dus ik ben benieuwd wat het Uiltje heb gedaan. Ik ga hem inschenken. Let's go. Ben benieuwd. Overigens ruik ik hem nog niet. Dus ik ben benieuwd. Nou, mooie schuimkraag. Mokka van kleur. Beetje Imperial Stout-achtige kleur. Nou, nu ruik ik hem wel. Hij ruikt ook wel een beetje Imperial Stout achter. Wat kan ik zeggen over de kleur? Nou ja, lijkt me duidelijk. Het is echt behoorlijk zwart. Kijken of we nog... Nee, het is echt heel zwart. Het is echt Imperial Stout zwart. En voor een porter... Nou, kijk, porter zijn van zichzelf al heel donker. Maar goed. Het ziet er goed uit. Ik ga hem ruiken. Ben benieuwd. Ja, portergeur. En ik ruik ook al de pepers. Dus ik ben heel erg benieuwd. Chocola en koffie ruik ik ook wel. Is ook wel goed te ruiken. Ik ben benieuwd.
ik ga hem gewoon lekker proeven. En nogmaals, gaan we vlammen het weekend in? Ik ben benieuwd. Cheers. Goede combinatie. Je proeft inderdaad dat de pepers zijn toegevoegd. Logisch. Anders zou het etiket zich ook niet kunnen waarmaken, zeg maar. Maar ja, die combinatie met chocola en koffie en geroosterde granen zo. Ja, dat doet het er wel. Ik denk dat juist daardoor krijg je een betere combinatie. Dus het scherpe komt iets meer op de achtergrond. En ik merk dat het chocola ook nog steeds terugkomt. En die koffie ook. Dus die combinatie die is wel echt heel goed. Ja, het is niet zoals die Madame Chinette dat alles in de fik staat, zeg maar. Maar ik ben blij dat die... Ja, hij smaakt echt super lekker. Echt super lekker. Dus ja, het is wel echt een aanrader. Die pepers proef je pas echt als het bier je keel inglijdt. Dus in de nasmaak proef je echt die pepers. En ik moet zeggen dat het een goede toevoeging is. Uiltje, goed gedaan. Erg lekker. Gelukkig niet te. Top biertje. Meer kan ik er niet over kwijt. Ik ga hem lekker opdrinken en genieten van het weekend. En ik zou zeggen, doe vooral hetzelfde. Proost. Uiteraard bedankt weer voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Cheers.